Hola, muchachos. Hola. ¿Cómo está? Bien, amigos, bien. Y amigas. Papapas y paperas. Chicos y chicas. Este es verdad por el Super Gandhi Podcast. Yes, del podcast del Super Gandhi arriba. ¡Ole! Ik heb deze week weer een vraag voor jullie, muchachos. Vamos, sí. Vamos. Hoeveel geld, dinero, hebben jullie deze week verdiend? Hoeveel guapito? Quanto dinero? Nessie, quanto? Ik denk vijf barkie of zo. To jungle, how many? Vijf barkie, laat me ook. En de laatste, en ultimo, you, how much? Ja, ik denk ook 500. Ja, ik heb echt misschien wel meer, 700. Amigos, ja. La, 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 la. Ja, ik had 200 euro gewonnen. Noem je agas her. Ridiculo. Die money van jullie pak ik in een hora. Je favoriete showtje. Het is een klein cadeautje. Dus gooi je handen hoog nu. Super gaande podcast. Vrijdag je moet de bezig. Dus laat je speakers blazen. En geef die hoek een vrezen. Super gaande podcast. Ja. We zijn er weer, man. Wat de intro. Supergaande podcast. Nee, ik heb oprecht volgens mij van de week niet zoveel geld. Ik heb veel geld verloren. Oh, ja, het casino? Nee, gelukkig niet. Ja, een beetje crypto. Alles kapot aan het gaan. Dus, ik kijk niet eens meer, man. Nee, ik ook niet, joh. Oh mijn god. Ik doe daar gewoon niet aan. Maar je vroeg net trouwens nog van, is de dab nog cool? Ja. Nee, nee, zeker niet. Het is toch vet, zo? Heb je niet dat terwijl je dit doet, dat je je zeg maar ongemakkelijk voelt? Nee, ik vind het wel je vet. Je moet hem goed flexen, toch? Boom, zeg maar. Nee, nee. Ik weet dat toen Drogba hem gooide, zeg maar. Je weet toch, als hij dan een goal had gemaakt. Ja, 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 ja. Zo. Hij had hem wel echt gebracht, hoor. Ja, man. Hij had hem wel echt gebracht. Zijn mooie dingen, man. Zijn mooie dingen. Mm-hmm. Hoe was jullie week, jongens? Leuke dingen gedaan? Geweldig. Ja? Ja, wat heb je zeker gedaan? De week is net begonnen, dus... Oh ja, hoe was vorige week? Ja, was leuk. Ja, ik heb toen 200 euro gewonnen. Nee joh, met wat? Met verstoppertje. Ja? Ja. Dit is sowieso lekker, iets met, dat je met Stefan eens hebt gedaan. Ja, 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 ja. Kijk, zie je, hij is die guy die zeg maar geld uitgeeft tijdens het verstoppertje. Zeg maar, het is een gratis spel. Ja, maar ik had echt... Ja, ik was gewoon... Maar ja, hoe win je 200 euro tijdens het verstoppertje? Nou, gewoon als het langste niet worden gevonden. Oh, dus de winnaar die kreeg 2 barkjes, zeg maar. Nee, 100. Wow. En daarna moest ik... dit is dus geen grap, jongens. Je weet toch wel zo'n ding op de kermis dat je zo moet staan? Ja. Ik sloeg als hardst. Nee. Nee, joh. Van al die boys en zo. Watch out, motherfuckers. Oh, bro, het is gevaarlijk. Say what? Het is gevaarlijk. God, ja, damn, nee, dus mijn week begon goed. Lekker uit eten geweest, nu het weer kan. Hard, ja, man. En ja, lekker leuk. Een paar... Wij zijn naar België gegaan. Oh, ja, wat goed. Met België, wat plezant, zeg. Ja, wij zijn gaan filmen daar in Antwerpen. Wat ontzettend tof, was oprecht leuk. We gingen, ik wil natuurlijk nog niet te veel verklappen, want het moet nog online komen. Maar we gingen, eerste avondje gingen we lekker stappen. Heel veel avonturen meegemaakt. En, met wie waren jullie allemaal dan? Ik, Jula, Frazi en Kenny. Kenny is een oude jeugdvriend van ons. Mm-hmm. Kenny. Maar was er wel lachen. Er is zoveel gebeurd, man. Het is echt veel gebeurd. Ik heb Tajula voor het eerst wakker zien worden in mijn leven. En Tajula is zeg maar... Ik snap waarom hij vaak te laat komt, zeg maar. Hoe hij wakker wordt, is zeg maar... Hij, zeg maar, we stonden allemaal op, toch? En hij was gewoon 20 minuten lang gewoon zo... voor zich uit aan het staren. Gewoon aan het wakker. Gewoon beseffen van, yo, wat is er allemaal aan de hand? Oh. Ik zweer het. Voor echt 20 maar minuten. Maar het lijkt me echt rot. Dat is een beetje hetzelfde als je een middagdutje doet. Dat je daarna even niet meer weet waar je bent. Als je dat elke ochtend hebt. Ja, maar nou wat we hadden meegemaakt. Ik moest echt beseffen van, was het een droom gisteren? Of weet je, is het echt gebeurd? En hij heeft een bijnaam gekregen. Oh, ik ben bij heel onze, benieuwd. Bij onze trip. Tadjula, zijn bijnaam is nu Big Dick Jules. Big Dick Jules? Big Dick Jules. Ja, man, ja, man. Jules? Ja, Jules is zeg maar erbij. Oh, Jules. Ja, Jula, was... Big Dick Jules. Ja, oh, okay. En zo staat hij ook in mijn telefoon nu. Nou, wat goed. Dus als hij belt, ja, dan weet je hoe laat het is. Ik vind het dus echt een topverhaal. Ja, en toch? Wanneer komt het allemaal online? Ik hoop zondag al. Ik ga vandaag... Ja? Hoop ik, hè. Oh, hallo, ik weet maar niet. Is het voor Supergaande kanaal? Ja, dat is voor Supergaande. Supergaande on tour. Goh. Hey, ik zou trouwens, het wel gezellig vinden. Even tussendoor. Hebben jullie honger of zo? Hebben jullie zin in een snack? Ja, ik wel. Want ik kan namelijk gewoon via de Gitter-app wat bestellen, hè. Voor de Getir. Ja, Getir. Hadia. Is trouwens ook een Turks bedrijf, want Getir, dat betekent breng. Ah, ja. Getir. Breng, Getir, Getir. Getir, ja, Fiori, ja. En natuurlijk ook even voor de luisteraars en voor de kijkers. Als je bestelt bij Getir, komt het binnen een paar minuten bij je thuis. Hartstikke gezellig. Ook voor de mensen die willen werken bij Getir, dat zou ik ook gaan doen. Want als jij je nu aanmeldt via onze link, dat is op getir.com/supergaande, dan krijg jij 250 euro bonus op je eerste loon. Oh, dus je hebt gewerkt,
maand lang junta werken. En je krijgt nog 250 euro als je onze link gebruikt. Wow. Dus ik zou zeggen, ga het vooral doen. En goede tijden gewoon. Ik heb een aantal dingen nu even besteld via de Gitter app. Hop. En dan wordt het denk ik zo even wachten. Mijn bonus was 57, man. Hebben jullie trouwens, hoe waren jullie eerste baantjes? Hebben jullie nog eerste baantjes gehad? Ja, op zich wel. Wat maar het waren niet per se bijzondere eerste baantjes. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb in een appie gewerkt. Ja, precies. Liep. Maar ja, dat is dus... Ik had vorige keer gezegd toch dat ik uit Aardehout kom. Ja, Heemstede. Ja. Represent, you know. Ja. Represent West, West Side. Heemstede West. Wow. Maar als ik daar achter de Albert Heijn, of achter de kassa zat, die mensen waren zo onaardig. Ja? Ik dacht gewoon zo, hey, dus je was gewoon kassameisje. En het is echt zo alsof ik gewoon niks was. Maar ja, weet ik. Ik heb heel veel afgewassen in mijn leven. Mm-hmm. Heb ik, zo zie je er ook uit. Oh, thanks. Ik heb... Jij Turk, hè? Afwasser. Nee, ik heb afwassen. Ik heb in een schoenenwinkel gewerkt. Schoenen verkopen. Mm-hmm. Welke dan? Ja, kan ik niet benoemen. Oh ja. Welke dan? Ja, sorry. Wat heb ik nog meer gedaan, joh? Ik heb in een tuincentrum heb ik gewerkt. Ging ik barbecues verkopen. Wat in een tuincentrum? Ja, in een tuincentrum. Ik wil dus echt in een tuincentrum wonen. Ik vind dat altijd zo leuk daar. Jij vindt dat leuk? Ja, je hebt daar planten, dierenspullen, dieren. Ja, ik vind het echt niet... vind het echt zo leuk. Maar hebben jullie hoeveel bijbaantjes hebben jullie gehad eigenlijk? Echt veel. Ik werk al sinds mijn 15e. Bro, ik ook, man. Ja, wat ik heb je al gedaan? Krantenwijk, ordepikken. Ja, dat heb ik dus nooit gedaan. Krantenwijk. Frazi wel. Ik heb hem ook geholpen. Dat wil je ook nee, echt niet. Nee, is rot, hè? Oh, je hebt hem geholpen? Ja, een paar Shout-out keer. Naar jou, man. Ja. Zeker maar een paar keer. Maar luister. Maar een paar keer, weet hè? Je hoe? Dus zeg maar, ik ging naar Frazi toe om te chillen. Uh-huh. Zeg maar, ik kom gewoon op bezoek. Ja. Van, kom, we gaan chillen. Hij gooit, ja, maar bro, ik moet nog krantenwijk doen. Ja, ik denk, ja, shit, man. Ik kan zeg maar die Fayamati zijn en weggaan. Juist. Of ik join hem met die ding en daarna gaan we maar chillen. Maar wacht heel even, hoor. Is dit zeg maar dan 3 jaar geleden of kennen jullie elkaar echt ziek? Ik vind het zou het zijn als het net 3 jaar geleden was. Ja, we kennen elkaar heel ziek lang. Okay. Yeah, dit was, toen waren we 15. Oh ja. 15, 16. Dat is wel echt lang geleden. Ongeveer 30 jaar of zo. Ja. Grappig. Come on, man. Maar je doet me zo bad, man. Ja, sorry. Nee, maar ja, dat heb ik dan wel gedaan. Ging ik hem joinen. Ik moet wel zeggen, we hadden wel PC scheid zeg maar, met die krantenwijk. Zeg maar sommige mensen kregen hun post echt niet. Ja, dat gooi je toch gewoon zo in zo'n container? Ja, die gooi ik ook. Of mensen kregen, sommige kregen 2. Anders kreeg ik het niet weg, zeg maar. En ik weet niet waarom, maar ik was begonnen in de winter. Dus gewoon deze periode. Oh, Jesus. Maar het sneeuwde ook en het was glad. Mijn fiets trok Willy ongewild. Je weet toch, die zak was helemaal vol. Ik gleed uit. Hey, ik zeg je eerlijk, ik voelde me... En hoeveel kreeg je betaald? 20 euro per week of zo, man. 20 euro per 20 week? 20 euro per week, bro. Ik zweer het. En ze kwam met geen respect in Waarschijnlijk de kreeg zij dat gewoon als zakgeld. Gewoon. Begrijp je? Hoezo? Jij komt met Aardehout. Ja, dat zegt toch niks? Bro, ik kreeg 1 keer van uitzendbureau kreeg ik waggie. Dus ik was 18, toch? No. En ik ging zeg maar werken. En ik moest dan die rest ook ophalen met boys waar we mee gingen. Maar ik kreeg Volkswagen Polo 2010. Nee. En bro, het was toen 2011, 12. Dus die waggie was nieuw. Nieuw. Die waggie was nieuw, toch? Dus hoe meer ik ging werken, hoe vaker ik die waggie kreeg. En natuurlijk, je weet toch, ik ging die waggie ook gewoon privé gebruiken. Ik ging chillen in de avond met die boys en zo ging ik in die waggie rijden. Maar dus op den duur zei ik gewoon tegen die mensen van, yo, plan mij gewoon in. Plan mij gewoon in. Voordat ik het wist, bro, ik had die waggie gewoon 3 weken achter elkaar. Wow. Voelde gewoon als mijn waggie. Ik was echt blij met die waggie, man. Had je ook je rijbewijs al? Ja, bro. Kapot vroeg. Ik ging overal toe, bro. Ja, als ze daarachter komen, vinden ze waarschijnlijk kut. Maar goed, zo. Hè? 85 jaar geleden. Goeie. Ja, zoiets. Dan moest je iedereen ophalen, net als bij die Poolse toren. Ja, bij ons ook, maar we hebben opgehaald in de ochtend. En ik weet nog, ik had een keer gezegd van, ik ben klaar hiermee, haal mij niet op. Mm. Volgende dag, ze halen mij gewoon op. Ze kloppen nog in de ochtend aan bij de raam. Toe, kom naar buiten. Ze schreeuwen, broer. Iedereen slaapt. Ik had nog in die groep gezegd van, hey, ik kom niet meer. Ik was het zat. Check me niet Ik was het zat. Laat me met rust. Ja, man. Ja, man. Ik vond werken wel oprecht leuk, man. Als in vooral met vrienden. Had je met vrienden gewerkt? Ja, niet per se. Maar als in, zeg maar, een paar jongboys gewoon een beetje lachen. Deze podcast is wel voor mensen die werken Order Pickbom met Matties. En ze luisteren. Werkpijn hebben om een 101 te luisteren of zo. Die guy was ik, hè.
had buikpijn. Ik ga gewoon iemand 101 checken. Ja? Ja, man. Ik ging wel, zeg maar... Maar wat heeft buikpijn daarmee te maken? Zodat je niet hoeft te... Zeg maar, dan ben je zeg maar aan het werk. Maar je zegt, ik heb buikpijn, dus ga naar de wc. Oh! Dan ben ik op mijn telefoon 101 bar. Ik leer echt zoveel leuke dingen van jullie. Ik ging echt heel vaak naar het toilet als ik werk, zeg maar, echt niet leuk vond. Dan ging ik echt vaak naar het toilet. Oh, ik had gewoon echt een super chille conciërge met wie ik altijd ging hangen. Ja? Ja, als ik dan ook te laat kwam, dan schreef ik op een... Oh, weet je! Ik schrik me helemaal rot. Dit betekent dat er nu iemand binnen gaat komen. Ik hoop persoonlijk dat het ons eten is, maar het zou zomaar ook de eerste gast kunnen zijn. En misschien is het wel... Ja! Jawel! Gitter! Ja, kom erbij. Kom lekker zitten. Je mag even plaatsnemen. Je mag hier komen zitten, kom. Gezellig. Hey, welkom. Deze hoofdtelefoon. Welkom, broeder. Wat is je naam? Clarence. Hey. God damn, Clarence Seedorf in de building, dames en heren. We hebben Clarence hier. Jij bent Gitter bezorger. Ja, dat klopt. Dat zeg ik goed, toch? Ja, dat klopt. Hoe is het om bij Gitter te werken? Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb het gevoel van vrijheid, omdat ik lekker veel buiten ben. Yeah. Ik ben aan het fietsen, dus lekker veel in beweging. Moet je sportief zijn? Ja, dat is wel mooi meegenomen, maar het hoeft niet. Nee, precies. Nee, maar het is mooi meegenomen. Zou je zoiets kunnen doen? Gewoon fietsen, brengen? Je rijdt op een elektrische fiets, toch? Ja, klopt. Oh, dat is wel handig. Ik zou dat wel willen een keer, gewoon op zo'n elektrische fiets. Weet je hoe snel? 25 kilometer per uur. Bro, weet je hoe snel? En ze trappen niet eens... Je moet niet heel intens trappen, nee, toch? Nee. Het gaat gewoon. Hij gaat gewoon. Ja, man. Hij gaat gewoon. Zou je het vet vinden als je, zeg maar, stel je voor, je gaat ergens iets bezorgen en je wordt opeens lijp verrast. Zou je dat vet vinden? Ja, wie zou dat nou niet vet vinden? Ja. Een verrassing is altijd leuk, toch? Dus moeten we een keer zoiets doen. Toch? Gewoon zo'n Gitter ding gaan we gewoon pranken. Maar op een leuke manier, zeg maar. Krijg je wel eens fooi of mag je dat niet? Ja, jawel. Ja, jawel. Je mag cash voor je aannemen. En je krijgt shit, ook fooi via de Gitter app. Dus. Oh shit. Je kunnen ons ook digitaal fooi. Hey, man, bro, kan het achteraf? Vooral in dit geval, dit weer. Toch geef die mensen gewoon fooi. Ik heb geen cash bij, man. Anders had ik je nu wel fooi gegeven. Ik heb cash, maar dat ligt in mijn portemonnee. Je kan het altijd nog via de app doen, joh. Even laten we doen via de app. Geen stress. Got you. We got you via de app, gewoon, man. Ja, nou, bro, ik zou zeggen, dankjewel. Nou, alsjeblieft. Dankjewel dat je eten hebt bezorgd. Bedankt. Jij gaat weer aan het werk. Geniet ervan. Ja, ik ga weer verder. Ik moet ook meer boodschappen afleveren. We zijn blij klanten. Dit is voor die blij klanten, zeg maar. Ik dacht, dat is ruzie. Nee. What the fuck is dit? Nee, dit is blij klanten. Dankjewel. Bedankt. Fijne dag. Doei. Ja, toch. Dankjewel. We got the food. Lekker, man. Hey. Dat was een goede timing. Dat was een goede timing. Toch? Oprecht goede timing. Nice. Ja, jongens, ik zeg, geniet van jullie ik vond eten hem en drinken. Echt zo ontzettend lief. Gitter, dankjewel. Ja, voor de mensen die graag bij Gitter willen werken, ga naar gitter.com/supergaande. En dan krijg je €250 bonus op jouw volgende loon wanneer je bij Gitter werkt. Ik zou zeggen, hartstikke gezellig. Geniet van jullie eten en drinken, jongens. Man. Ik had begrepen, Julia, dat jij trouwens ook heel graag niet alleen hip-hop luistert, maar dat je het ook maakt. Klopt dat? Zo nu en dan. Ja? Waar komt jouw liefde voor hip-hop vandaan? Nou, ik ben er gewoon achter gekomen dat ik gewoon... Ja, dat ik best wel goed kan spitten. Ja? Ja. Is dat jouw mening alleen of zeggen mensen Nee, ik zweer het. Er is nu ook een heel TikTok-account van iemand die gewoon al mijn stukjes uit de video's van Stefan haalt. Waar Echt? Ik aan het rappen ben, ja. Mm-hmm. Oké, so you are like the hip-hop in Steven's crew. You know? Oké. Okay. Ja, ook als we onderweg gingen naar verlaten plek of zo, gingen we gewoon... Gingen we uren met elkaar... Freestyle. Echt? Ja, man. Oh, ik wilde zeggen zoenen. Ja, man. Oh. Ja. Je ging urenlang zoenen met elkaar. Wat goed. Maar hebben we iets om naar te luisteren? Ja, man, zeker. Let's go. Dit is gevaarlijk, hè? Julia! MC Chilling. Ik geef een gil, want ik sta in wil. Je weet wat ik wil. Hou je bek, kil. Dit zijn mijn matties. En dan is een huis. Waar? Want ik wil blok, blijf, blok. Geef deze badkamer een 10. Jullie hebben mij nog nooit zo naakt gezien. Op YouTube. Dat is de shit. Wat? Ik ben een motherfucking kid, okay? Wow, ja, shit. Dit is vet, hey. Hè? Ja, dit is vet. Ja, man, Julia, je doet het wel, man. Ik zeg je eerlijk, man, je zou misschien een paar rappers gewoon killen in de game. Sowieso. Ja, maar wat vind je rappen gewoon leuk, zeg maar? Ik vind het gewoon grappig om dit te doen. Ja, snap ik. Ik weet niet, op een of andere manier kan ik gewoon best wel goed rijmen. En dan doen we er een beatje eronder. Ja. En ja, dat doen we dus best wel vaak samen. We eigenlijk zijn echt een keer... entertainend. Ook op feestjes dan zeggen mensen, dat ga je dat even doen. Ja, daar is ons nummer ontstaan. Oh ja. Oh shit. We hebben een nummer samen gemaakt. Nee. Ja. Ja, man. Ja. Maar voor de grap of serieus? Ja, voor de grap. Maar hij is wel echt nice, hè? Ja. Ja, is hij leuk geworden? Ja. Als we een country beat hebben. Jesus.
Weet jullie track heet? Jij mag het zeggen. Nee, jij moet het zeggen. Neuk op een tractor. Neuk op een tractor? Ja. Oké, okay. Ja. Nice. Hij gaat een beetje zo, de refrein is een beetje... Neuk op een tractor. Pak me op de tractor. Dat soort dingen. Dat is die ad-lib, zeg maar. Ja. Oh. Okay. Oh. En wordt dit uitgebracht ook? Of is het mag gewoon voor de... Ja, dat dacht ik misschien wel. Wauw. Ja. Ik weet niet zo goed hoe ik hierop moet reageren. Ik vind het hartstikke mooi. Hartstikke leuk. Ja. Maar zeg maar... het is gewoon voor de grap dat je zeg maar... Ja, het is niet dat ik denk... Maar ben je wel eens geboekt of zo? Nee. Zou je het willen? Nee, ook niet. Als je geboekt zou kunnen worden, hoeveel zou jij kosten? Voor hoe lang? Ja, weet ik veel. Ik ben nog blij met 10 euro. 200 euro. Kwartiertje optreden van Julia. Nee, dat vind ik wel weinig. Is het weinig? Oké, hoe lang zou je optreden? Nou, ook zeg maar, weet je hoe moeilijke vraag ik dat vind? Ik treed nooit op. Maar ik wil je gewoon een keer boeken. Okay. Ik wil jou boeken voor iets. Voor wat dan? Ja, gaan we een supergaande borrel. Ja, dan ga ik mezelf lekker voor lul en dan zetten. Ga jij 10 minuten lang rappen voor ons. Ja, maar noem, heb je een prijs, 10 minuten? Nee, maar ik kan er wel even over na gaan denken. Ga even over nadenken, misschien met management of zo. Ja. Of iets, praat daar even over. Ja, is goed. En dan gaan we kijken of we jou een keer kunnen... Lijkt me lachen. Oh, hey. Jee! Lijkt zo. Oh. Nou, dit vind ik... Ik schrik me dus elke keer de pleuris van is de zin. Is het André Hazes? Het klinkt wel als André. Zou Hazes gaat. Zou Hazes komen? Hoop ik dat je voor me staat. Oh shit, wacht even. Jij bent die Turk. Hey. Die Hazes pokkels en zo zingt, toch? Ja, toch. Oh shit. Hey. Nou. Je mag hier komen zitten. Ja, kom erbij. Hadi abi. Ja, toch abi. Nee, joh. Oh, abi, nasıl sen abi? Wat de fuck, een Türkiye in de building. Hou op. Wat is je naam? Ammar. Ammar. Ik ben zenuwachtig, jongens. Waarom? Ik weet niet. Ik ben echt heel erg zenuwachtig. Nee, joh, gek. Wallah, lukt het met die stoel? Wacht even. Ja, beetje. Ik ben toch dik. Nou, niet zo'n zin. Ja, toch. Valt wel mee. Hey, Ammar, ik weet dat ik... Ik heb volgens mij wat dingen voorbij zien komen. Dat jij, zeg maar, dit soort muziek dan zingt. Als Turk zijnde. Man. En dat gaat best wel hard, toch? Ja, man. Ik ben, zeg maar, geboren in een volkswijk. Ja. En ik ben opgegroeid met Hazesnummers. Ja. Wat is een volkswijk? Kan je dat omschrijven? Een volkswijk. Gewoon iedereen is gewoon één. Ja. En iedereen zit buiten. Niemand. Is het multicultureel? Ja, en hoe? Ja. Wat is het? Waar kom je vandaan dan? Deventer. 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 Waar zijn de camera's? Deventer, je weet toch? Represent. Ja, 570. Oké, maar dus je komt dus uit een wijk waar gewoon multicultureel. Maar waar komt dan zeg maar dat oer-Hollandse vandaan? Is dat ook in de wijk? Leeft dat daar ook? Ja, man. Ja? Zeker. Ja, man. Ik eet gewoon ook boerenkool en zo, man, broer. Nice. Stampot. Nice. Heerlijk. Ja, man. Heerlijk. Je hebt gelijk. Oh, damn. Je hebt sucuk geskipt. Sucuk? Nee, man. Nee. Ik skip geen sucuk, broer. Nee, maar leuk, man. Leuk. Ja. En dus, zeg maar, waar is dan datgene begonnen, zeg maar, dat zingen? Mijn vader zei van, je moet Hazes luisteren. En hij zong zelf ook altijd Turks, zeg maar. Ja. En, je pa is Turks? Ja. Turks-Koerdisch zijn wij, man. Oké. Okay. Ja. Hmm. En... ja, hij zei van, als je een echte man wilt worden, moet je Hazes luisteren. Echt? Ja, nee, man. Joh. Hey, shout out wow. Ja, man. Wow. Ik hou van je papa. Ik zeg je wel eerlijk, man. Hazes is zeg maar wel die guy, zeg maar, die ik weet niet, hij praat over echte shit, toch? Als je hem hoort zingen, bro, hij praat over... Dan wel, zeg maar, senior. Die junior, die vind ik echt... ja, die junior, dus die van nu? Ja. Ja, nee, we hebben het wel over senior. Senior legend. Ja. We hebben het wel over de legend. Ja, die andere, ja, oké. Okay. Ja, kijk, die junior, ik ken hem niet zo goed. Ik ken heel veel nummer van Hazes, hè? Ja? Ja. Ja. Ik ken oprecht alleen van senior. Oké, okay. Ja, ik ook. Ja, precies. Wat doet die nieuwe guy dan? Die zingt toch over Leef? Toch? Leef. Dat is niet hij, toch? Alsof je Hazendag is. Leef. Is dat van hem? Ja. Ja. Van die nieuwe Hazes? Ja. Ja, gast. Nee. Jij dacht van de oude Hazes? Nee, ik dacht dat die Leef gewoon van een hele andere guy was. Nee, maar bro. Weet hij nou van, wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Gewoon echt herrie, dat je liever gewoon met een blok beton zo... Woep, in vinden jullie dat de nieuwe Hazes de oude Hazes tekort doet? Nou ja, kijk, ik vind wel, het is wel zijn vaders. Ik snap wel dat hij is gaan zingen, maar... Ja. Ja, ik bedoel, ik ga ook niet proberen te voetballen als mijn vader ooit voetballer was, toch? Nee, maar de kans is wel groot dat je het zou gaan doen als je het kon. Ja. Al kon je het semi. Ja, oké. Okay, ja, kijk naar Kluivert, weet je, zijn vader en je hebt zijn zoon. Zijn zoon is niet zoals zijn vader. Nee, zal nooit zoals zijn vader worden, maar hij speelt wel op profniveau. Ja, maar dan voel je toch altijd best wel zuur gewoon, dat je het dan net niet bent. En altijd, jij bent de zoon van. Ja. Ja, die pressie is daar altijd. Ja, maar ik moet wel zeggen dat bij André Hazes junior...
hij doet wel alle grote dingen. Hij pakt Ziggo. Hij, ja, pakt hij doet het ook goed. Het alleen wel. Het is nou niet dat alleen, ik dat op mijn oortjes luister. Nee, of zo. Precies. Hij draagt niet de legacy, zeg maar, nee, van zijn pa of zo. Hij, ja, draagt ik, heb, naam. Ik moet iets bekennen, man. Zeg maar, omdat, oh, ik, omdat ik zeg maar. Spannend. Ja, omdat ik niet van Amsterdam ben en zeg maar, hey, toch, sinds. Je fokt niet met Hazes? Ja, ik heb niet echt kunnen luisteren of beseffen, zeg maar. Dus maar daar heb je toch nog tijd voor? Ja, kan toch nu? Bro, ik, ja, denk dat als je sommige pokers van Hazes gaat luisteren, bro, je gaat die pijn van hem voelen, bro. Je, ja, gaat denken, ja, man. Ja, maar je hebt ook, ja, hele zeker, leuke. Ik, ja, je hebt vooral met Paar Beach, zo, bro. Zo. Ja, ja, man, je wel, zeker, drinkt, man, geen bier. Dan ga je het wel. Hennessy. Nou, Hennessy. maar. Hij drinkt wel bier, hoor. Ja, ja, ik heb, oh, mooi, nu wel? Ik heb Morris zo'n verbreed. Ik heb hem, okay, in Antwerpen gezien. Waar wat biertjes naar achteren kan ik zeggen. Dat is wel mooi om te een zien. Pint. Wist maar, je dat je als je in België zo doet, wacht eens nou, één pint of zo, dan weet ze dat je bier, ja, is dit één, ja, pintje. Zo drink je, oh, ja, toch pintje. Thee en zo, heel chic. Ja, dat zijn wel zeg maar deze. Maar wat is jouw lievelingsnummer van Hazes dan? Ik leef mijn eigen leven. Ah ja. Ja. Ik leef mijn leven, zo, is dat die? Ja, zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ja. Mijn is... Hey, ik moet hem echt checken. Nog wat dat is echt hard, hoor. Welke is, nee, welke is dat? Huh? Ik maak je even wakker tot mijn spijt. Ik moet, nee, je zeggen dat ik van, oh, ja, ja, jou. Ja. En dan ben je soort van senior, ja. Even die een beetje verliefd. Oh, die is ook... Boah, damn. Ja. Maar vooral die met die opeens die achtergrondkoor komt er zo bij, toch? Ja, 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 ja. Ik verbaas me voor jij wel niet kent, joh. Dat ik dat ken? Nee, dat je echt veel van die nummers kent. Ja, ik weet niet, Hazes. Ik dacht dat je echt alleen maar naar vette wat gangster... Wat, ging luisteren alleen, ja, maar... Nee. Bang, bang. Bang, bang. Komt door de bril, komt door de bril. Ja. Nee, maar ik heb zeg maar heel vaak van die fases. Weet je, dan luister ik fase naar Boyz II Men. En dan fase naar André Hazes. Je hebt, soms ga je gewoon alleen maar, ja, dat toch, soort shit luisteren of zo. Je weet toch? Wow. Als je een beetje emo bent of zo. Ja, toch? Ja, 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 dan, zeker. Naar... Ja. Al zijn liedjes zijn mijn moet emo. Jij dan, moet je dan huilen? Als je zingt? Ik, ja, als ik zelf, ja, natuurlijk. Ja? Ja? Ja, man. Ik ben een heel emotioneel jongen. Ik jank snel. Echt. Hij zegt het voor de chickies, maar hij zegt het. Ja, zeg, ben je dan, kom ik zo sarcastisch. Ben je nog single? Ja, ik ben single. Nou, dames. Ja, dames. Ja, toch, ik ben single. Dames. Check hem. Dames. Nee. Ik ben, heb jij ook een eigen nummers die je dan maakt? Ja, man. Ja? Ik heb mijn eerste single is 2 weken geleden uitgekomen. Nee, joh. Ja, toch. Weet je misschien een stukje voor hem doen? Zeker, man. Oké. Okay. Maar ik ben wel echt heel erg gespannen, man. Oh, hoe komt dat? Doe even zo. Oh, je kan. Je, volgens, oh, mij... oh ja, ja, ik moet die doek weghalen, hè? Ik moet even dat doek weghalen. Ik want ben ik zo zie... benieuwd wat daaronder het zit. Het lijkt er zeg maar alsof je een fiets als cadeau het krijgt. Het lijkt op een tent. Voor kerst. Maar ik ben wel benieuwd zeg maar wat daar staat en wat jij ook, man. De hel. Ermee zou doen. Oh, wat is dit? Oh, ik zie een stoeltje. Ik zie een stoeltje. Wat is dit, joh? Ik zie een microfoon. Oh, het is een microfoon. Oh. Nou, oh. Wow. Oh, dit is wel echt heel grappig. Ik ga zo stuk. Maar ga je nu iets van jezelf zingen? Ja, mijn eigen nummer. Hoe heet het? Hoe heet het? Terug naar vroeger. Oké, okay. Als je er klaar voor bent, dames en heren, hier is die Terug naar vroeger. Ik zie je daar nog staan. Te veel zorgen voor een kind. Je laat de mensen lachen, maar geloof er zelf niet in. Geen avond zonder traan, wel een huis maar geen gezin. Hoe lang moet jij nog wachten, komt er ooit een nieuw begin? O, was er dan echt niemand die jou toe kon helpen? O, ik had je laten weten, dat jij er niet alleen voor staat. Kon ik maar terug naar vroeger. Ik zou je troosten, laten spelen op de hoek. Kon ik maar terug naar vroeger. Dan zou ik je zeggen, ook al weet je nog niet hoe. Lieve jongen, het komt goed. Moest het nou zo gaan, zat de pijn soms in het bloed. Een hoofdje vol met vragen, die een kind niet vragen moet. Want jij hebt niks fout gedaan, je bedoelde alles goed. Dus probeer het los te laten, lieve jongen, het komt goed. Heel vet. Ja, jongens, hebben we vandaag
lachen. We hebben snelle meegemaakt. Snelle komt ook opeens een studio ja, binnen. Ja, gaat hij nu gelijk weg of kom je nog even zitten? Nee, mag ik even komen zitten? Ja, tuurlijk man. Tuurlijk mag je even komen zitten. Potverdomme, wat was dat goed. Zo. Echt, ja. Ik kreeg oprecht kippenvel. Ja? Ik ook. Is nep. Valt hij zeg maar zo. Ja. Die galm. Wow. Ja, toch? Ik had het niet verwacht, man. Blown ja, man. Away, man. Ik had het oprecht niet verwacht. Ik vond het ook echt goed klinken. Echt? Ja, goed echt gedaan. Nee, en man, het is ook een mooi lied. Mooie tekst. Dankjewel. Kijk, niet zeg maar, ook omdat ik zeg maar Turks ben, maar omdat jij Turks bent, vind ik het nog lauwer. Snap je? Ja. Ik heb nog nooit een Turk dit horen zingen. Ik ook niet. Hoe vet. Bro, als je ogen dicht doet, zeg maar, je doet open, denk je, hè? Is... Ja. Oh. En dan worden we ook nog eens verrast dat sneller snelle, opeens de studio hell. Zingend binnenkomt. Ja, dat was te gek. Was ook echt zuiver. Ja, dus, ja. Top. Nee, maar ken jij dit lied? Ja, wij, Ammar en ik kennen elkaar uit Deventer. Ah. Kom ook uit Deventer. Oh, dus en, jij zat ook altijd buiten. Ja, nou, ja. Absoluut niet. Okay. Maar, we kwamen elkaar wel tegen in Deventer. En, ja. We hebben dit zelfs mogen uitbrengen. Nee, joh. Echt? Wow. Oh, ja, man, ik ben gesigned bij Snelle, toch? Ja, toch? Nee, ja, man. Ja, man, sinds kort. Ja, man. Ja, man. Van broodje kebab verkopen naar, ja, toch? Ja, ja. Signen bij Snelle. Ja, man. Nou, leuk dat je er bent, man. Dankjewel. Ja, superleuk dat we er mogen zijn. Ja, tuurlijk, man. Dank je wel. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Maar ja, Snelle, je hebt zo tyfus veel gedaan de afgelopen paar jaar. Ja. Toch? Ja, ja. Als je ziet jou overal, vrienden van Amstel, die overal optreden en zo. Heb jij zeg maar veel fucked up shit met de coronatijd gehad? Of was, ging het wel prima? Nou, als het voor iemand niet fucked up was, was het voor mij. Ik heb heerlijk lekker in de studio gezeten, lekker muziek lekker, gemaakt. Man. En tuurlijk is het naar dat je... Jij gaat lekker rijden, Ammar. Lekker. Deel jij de hele productie snoep? Oh ja, sorry. Ja, te gek. Snoep. Nee, snoep. Nee, dank je. Candy. Nee, dank je. Snoep ook. Mag niet van af doen, hè? Snoep, jongens. Iemand snoep? Nee, is Ammar, we hebben dezelfde personal trainer. Oh, ja. Oh shit. Hij ziet gaat, ook. Hij kijkt. Oh, serieus? Ja. Oh, shit. You don't Maar stop. Ik wil even een fun fact vertellen. Want ik hoorde dat er twee mensen te gast kwamen. En ik wist dus niet wie. Ik ook en ik heb jou geraden. Echt? Ja. Ja. Hoe dan? Ja, nee. Omdat, kijk, ik dacht echt van, stel nou... Je zag me rijden. Ja. Huh? Je zag me gewoon rijden. Ja, ja. Ik heb gewoon het in de gaten gehouden. Nee, ja, ik weet niet. Het was, ik ging gewoon, ik heb de hele tijd aan mijn manager gevraagd. Ken ik ze persoonlijk? Of, nou, dat hij wilde het niet echt antwoorden. En op een gegeven moment zei hij dus dat het een rapper was in Nederland. En nou, nu ken ik er niet heel veel. En ook niet persoonlijk. En toen ging ik in de top 40 kijken. Ah. Dat zag ik aan, dacht ik. Maar ja, ik ben wel blij dat je het bent. Want ik dacht, anders is het echt een anticlimax, toch? Ja. Wel een gekke link. Jij bent geen anticlimax, hoor. Wat is een anticlimax? Dat ja, dat je dan denkt, yeah. Dus je denkt, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Nou. Zeg maar, weet je wel. Nee, ik snap het helemaal niet. Nee? Oké, dat je wordt blij gemaakt met een dode mus. Oh ja, nee. Dat sneller zegt dat er iets nieuws komt en dat je denkt, is het een 101 sessie? Ja. Maar dan gaat hij weer een bellen. Oh, zo. Ik dacht echt, ik had echt gehoopt dat hij kwam. Maar ja. Hey, maar dat is wel een ding, zeg maar. Vind jij... Ja, ik snijd het ook zelf aan. Ja, jij hebt het zelf nu gebracht. Vind jij dat, dat mensen... hoe ga ik dit even goed benoemen? Vind jij dat jij jezelf als rapper nog steeds neer aan het zetten bent? Of ben jij meer dan alleen rapper nee, ik word er die soms, je was? Ik vind het soms een beetje... soms een beetje gek dat ik een hele plaat alleen maar zing en dat er ergens in de krant nog steeds rappers staan. Want je bent wel zeg maar, mensen vinden je soms heel erg Suzanne en Freek. Ja toch, ja, maar ik ben ook echt dol op Suzanne en Freek. Ja. Ik vind dat echt? Ja, op, op hun muziek? Ja, ik vind dat echt gek. Ik ook. Ja. 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 Ja, ik hou gewoon van heel veel soorten muziek en probeer ook gewoon zoveel mogelijk te maken. En, ja. Veel mensen die missen de snelle van 101 Bars, die eerste. Ja. Wat hebben die mensen te zeggen? Ga je nog ooit een verse pitten? Een rap EP. Ik rap nog wel eens. Ja, kijk, dit soort dingen overweeg ik wel eens hoor. Want ja, maar je, ja, kan het fucking nog, goed, hè? Ammar, eerlijk, wij hebben. Okay, gaan we, dit, we kunnen wel een klein beetje vertellen, toch? Ja, toch? Ja, toch, zeker. We zijn vorige week zijn we met Lieve Jongens, zo heet het label, zijn we op schrijverskamp geweest met alle muzikanten, alle producers, alle componisten, schrijvers. Hebben we heel veel voor anderen geschreven, maar ook voor Ammar. En daar hebben we een kleine rammer geschreven, denk ik, voor in de kroeg. Ja. Waar ik een rapverse op doe en hij zijn... Nee joh. Ja, is wel, ik hou het lekker volks, hij rapt gewoon erin. Wee yo. Dat is wel gruwelijk. Echt een, dat soort dingen zijn wel leuk om af en toe te doen, maar gewoon als je het voelt toch. Ja. Ik denk dat jij zeg maar sowieso nu in een positie bent waar jij alleen maar dingen doet die je gewoon voelt om te maken. En anders hoef je het niet te maken in principe, toch? Ja, ik denk dat wij hier allemaal in die positie zitten, toch? Gewoon ja, maar gewoon als een muzikant zijn, zeg maar. Ik bedoel, je bent wel op een bepaald level dat je denkt van ja, ik wil gewoon maken waar ik gelukkig van word. Absoluut. En toch? Maar dat heb ik ook altijd gedaan.
Juist. En dus juist. Ook toen je nog rapte? Ja, toen wilde ik dat doen. Het is echt niet dat ik dat toen niet wilde doen. Maar snap je? Is het ook de bedoeling dat jij dan nu zeg maar gewoon een solo plaat gaat uitbrengen en allemaal shit gaat doen nu? Ja, man. Gruwelijk, man. Ja, man. Die, het gaat nu, die Terug naar Vroeger is nu uit en dat... Dumpert is dol op je en daar gaat het er best wel lekker. Ja, natuurlijk. Ik word Ali Hazes genoemd, broer. Hij is zeg maar, hij is die... Turkse volkszanger. Ja, bro. What the hell? Zeg maar, ik weet nu, zeg maar, Nederlanders gaan hier lekker op. Gewoon een Turk en dan gewoon lekker Nederlandse liedjes zingen. Heerlijk. Bij ons in de buurt, gewoon. Goed geëmigreerd. Die vrouw daar, die, dat is echt een volksvrouw, weet je wel. Reizigers zijn het meestal. En nu zeggen ze het al, hè, zo van. Ja, maar die Amma. Yeah. Die jongen loopt nu al naast de schoen. Ja. Nou, op een gegeven moment gaan die schoenen zelf naast hem lopen. Zo erg, hij groet mij niet eens meer. Wow. Vieze kutterruk. Ja, dat is die ook wel, hoor. Ja, die sigaret en dan die hijsje zo. Gewoon zo. Dat vind ik mooi. Dat zijn wel echt zeg maar, die en zo naar de buurt. Die dorpsmensen, toch? Ja. Zo nel, zeg maar. Nee, maar ik vind het oprecht echt vet. Maar jullie hebben dus samen ook een tune gemaakt. Die moet nog uitkomen. Ja, dat was allemaal een beetje spontaan. Ja, we hebben elkaar ontmoet. Hoe hebben we elkaar ontmoet, joh? Bro. Oh ja, via Omar natuurlijk. Ja, toch? Mijn tourmanager kende jouw manager weer. En dat was, of jouw beste vriend eigenlijk, toen nog. Inmiddels je manager. Hmm. Dus hebben we gewoon dit soort dingen gaan doen. En toen belanden we vorige week op Schrijverskamp. Ja. Waar woon jij nu eigenlijk? Heel eerlijk, we hadden ook wel een paar biertjes op. Ja, man. Zeg je, dat helpt misschien ook wel bij het maken van... Dat was echt gezellig, man. Dat is echt de enige reden waarom ik wel zou willen zingen of rappen. Want zo'n schrijverskamp lijkt me echt zo gezellig. Ja, is het ook, man. Is het wel lachen. Ja. Het is een soort van ook helemaal... Het is echt best wel hippie-achtig gedoe ook soms. Yeah. Dus vuurtje aan, gitaartje. Oh. Ja. Maar het is wel gezellig. Kijk, als je songwriter zijn. Ja, toch. Maar het is wel super gezellig, man, dat soort dingen. Ik zeg je eerlijk, maar gewoon echt dingen maken met vrienden of mensen waar je zeg maar weer een soort van blij van wordt. Ja, man, zeker. Maar jij woont nu nog steeds in Deventer? Ik heb begin dit jaar, wat ik zeg, maar begin vorig jaar heb ik een huis in Deventer gekocht. Vind je dit niet ver? Nee, voor je werk? Het is een uurtje rijden. En mijn werk is overal, toch? Ja, dat is wel zo. En Deventer is ook... mensen doen alsof Deventer heel veel is. Maar Deventer is een soort van de poort naar het oosten. Ik vind Deventer nog niet ver. Nee? Deventer ligt best wel centraal, vind ik. Hoe ver is het van Amsterdam? Een uur en 15 minuten. Ja, vanaf centrum Amsterdam. Ja. Wat leuk dat je dan weer teruggaat naar je hometown. Ja, toch? Nog? Toch? Ja. Ik zat hier in de coronatijd in Diemen. Ja oké. Niks tegen Diemen, maar... Nee, coronatijd, maar... alleen. Ja, wat moet ik hier zeggen? Nee, maar dat... Ja. Ik zou me niet kunnen inbeelden dat ik elke keer naar Zeeland zou moeten gaan... om terug naar huis te moeten gaan naar werk of zo. Dat lijkt me echt kut. Zeeland is ver, man. Zeeland is echt ver. Maar jij komt uit Zeeland, toch? Ja, man. Het is echt ver, man. Bij Vlissingen en zo, toch? Nog verder, bro. Tegen België aan. Ja, man. Is echt Zeeland is echt ver. Hoe is het om daar op te groeien? Ja, dood. Er is niet. Ben je daar opgegroeid? Ja, 10 jaar. Dood, zegt hij. Maar welke... Sas van Gent. Sas van Gent. Kun je dan wel zuipen in Renesse? Renesse ben ik wel een keer of twee geweest, ja. Ik ben daar maar 1 keer geweest. Nee, dat is echt zo'n soort jongeren uitgaan. Renesse is zeg maar de Joret van Zeeland. Ja. Dat is Renesse. Maar in Zeeland heb je toch ook zo'n Osmaanse dingen, zo'n vlag of zo? Of zeg ik nu wat totaal wat anders? Nee, wel... Wat ik weet is, Osmaanse Rijk, die kwam tot Zeeland. Hebben ze daar een vlag zitten? Ja, man. Nee, joh. Ja, man. Dat wist ik niet, man. Ja, man, ze hebben daar gewoon een vlag zitten, snap je? Ik zal het mijn vader vragen. Misschien heeft hij die vlag meegenomen. Wie, Osmaanse of Ottomaanse? Ottomaanse, sorry. Oh, Ottomaanse Rijk. Ja, toch? Oh, Osmaanse Rijk, ja, man. Die kwamen tot Nederland gewoon, Zeeland. Wat? Ja, man. Zeeland. We hebben het ver gebracht, jongens. Gekke overname wel, hè? Ja, maar echt. Ja, man. Zeeland overgenomen. Boer Harm wordt opeens Boer Mehmet. Maar we komen zo van wel allemaal uit een boerengebied dan? Mm-hmm. Toch? Als in Zeeland, Deventer, is ook best wel boerig. Ja, wel. Nou, toch? Dat moeten we wel zeker. Ja, dat is echt zo, man. Heemstede is echt niet boers. Wat nee, dat is toch gewoon best wel een beetje chic. Ja. Ja, ja, maar zij is chic. Ze heeft op hockey gezeten en zo. Wie? Ja. Zij. Oh, echt? Ja. Echt? Oh, je bent die hockey girl. Ik ben een hockey girl. Die dan Vespa rijdt zo. Nee, ik had altijd een opgevoerde zip. Opgevoerd. Oh, ja, eigenlijk, hij was al mijn zus, maar ik was soort van... Zij had een scooter, ik niet. Ik had wel mijn rijwijs, dan mocht hij van haar lenen. Oh, nee. Ja. Oh, nee. Goeie jeugd. Goh, het is niet boers daar. Je hebt wel veel natuur, maar niet koeienmelken. Ja, ik had een hele goede fiets. Echt? Wat voor dan? Maar ik kon geen wheelie trekken. Mm. Hij was wel een keer gestolen, zonder mijn voorband. Hè. Maar, jij hebt toch ook een... heb je niet een ding? Zonder mijn voorband? In Nijmegen.
Ja, je hebt in Nijmegen gezeten. Overal nergens, man. Nijmegen heb ik gezeten. In Dongen. Maar ja. Dongen, dat was wel echt boer, zeg maar. Je toch zo boer dat gewoon één keer per maand stond gewoon... Waar is dat? Heel de, bij Tilburg daar zo. Oh ja. Oh, ja, stond, ja, ja. Stond gewoon heel het dorp naar gezeten? Bedoel je Dongen? Vastgezeten of gewoon? Nee. Gewoon, gewoon. Wat is dit nou weer voor stereotyperend oh, ja. Iets, nee, ja, sorry, Julia? Ik heb daar gezeten, ik heb dus daar ik gezeten. Luister naar Boef, hij heeft vastgezeten. Ja, nou, ik... Ja. Sorry, maar... Nee, sorry, maar kijk, jij zegt gezeten. Jij snapte het, toch? Kijk, ze probeert jou nu erin. Ik snap het niet. Snapten jullie het wel? Andere Nederlander, nou, jij snapt mij toch wel? Ze hebben 25 man productie, die zeggen allemaal nee. Nee, nou, jij zegt gezeten, dan moet ik daar aan denken. Ja, nee, ik heb ook gewoon naar, ben ook gewoon naar Halt geweest, hoor. Oh, dus. Ook? Ook? Ik ben gewoon naar Halt geweest. Vertel. Jeboek, heb ik je vastgezeten? Nee, niet vast, maar ik heb wel 2 uur taakstraf gehad. Damn, wow. Wat heb je gedaan? Crimineel. Yeah! Wow. Ah, wat? Wat heb je gedaan? Nou, dat is helemaal niet heel cool of zo. Maar kennen jullie Luilak? Dat, of is dat heel dorps? Ja, ik ben er zelf in. Mm. Nee, ja, oh, sorry. Een... Oh, wat dan? Dat is ergens in de zomervakantie. Ja, leuk grap. Nice. Nice. Dat moest even bestemmen. En dan heb je, dan, dat was iets van heel vroeger. Dan mocht je dan de straat op en dan ging je iedereen in je dorp wakker maken. Ja. En vroeger ging dat dan met pannen. Met pannen en schreeuwen en zo. En dat werd, zeg maar, ondanks dat Heemstee dan misschien niet vet gevaarlijk is, had je wel mensen tussen zitten, zoals ik, die gewoon met eieren en zo gingen gooien. Wow. Maar wacht even, wacht even, wacht even. Nu lijk ik heel gevaarlijk, maar ik gooide letterlijk een ei tegen een boom. Mm. En het was echt 5:00 a.m. en er kwam een politieauto. En ik zei tegen mijn vriend, ik heb een oude broer. En ik had al met hem gepraat. Ik dacht, ik zie lampen toch? Dus ik zeg, we moeten rennen. Zij zo, nee, dat is vast gewoon iemand die hier woont. Nou, toen was het politie. Wow. Maar 2 uur taakstraf. Zeg maar, op een boerderij. Wat moet je doen? Omdat je een ei tegen een boom hebt gegooid? Ja, hij zei, ja. Maar het was meer door de spullen die we bij ons hadden. Zoals eieren en zo. Dat was dan... Gewoon gepakt op hete daad. Ja. Ja, dus... Gevaarlijke vuurwapen, eieren. Ja, het was, ja, dat is daar heel gevaarlijk. Dus ja, dat is misschien een fun fact. Wat je 2 uur taakstraf op een boerderij. Ja, was lachen. Gewoon een beetje schoonmaken. Ja, een beetje. Nou, ik vond het eigenlijk zo gezellig. Ik dacht echt, misschien wil ik er wel werken. Als vrijwilliger. Ja, ja, even dieren zo leuk. Zelf komen. Ja. Ja, yeah, zo slechte taakstraf. Ja, we gaan nergens over. Nou ja, je had ook... Een stage ja. Ja. Ja, maar dat, ik weet niet. Je kon kiezen. Mijn vriendinnen die toen ook werden gepakt. Mm. Die mochten in een bibliotheek. Nou. Ja. Oh. Ja, dat klinkt meer als taakstraf. Ja, dat is wel meer taakstraf. Ja. Dat is wel een hel. Waarom is je kinderboerderij geen taakstraf? Ik heb daar echt gewoon... Ik heb daar ook een tattoo voor gezet en zo. Voor je taakstraf? Ja. Cheer. Nee, grapje. Het zou wel zijn dat je dan echt een traan... Ja, ja, al mijn vriendinnen hadden zo in hun ping Free Julia, weet je wel. Ja. Yeah. Ik ben Free Julia nog steeds, man. Free Julia. Jesus. Oh, nee, ja, dat... Heb je wel eens taakstraf gedaan? Nee. Ja, lieve jongen. Je label heet lieve jongen, maar natuurlijk heb je geen taakstraf. Nee. Hoeveel mensen heb je nu onder je label? In principe zijn Amar en Piotr zijn de enige artiesten. En wat ik ook heel leuk vind is aan de uitgeverskant. Dus we hebben nog een paar hele goede muzikanten, gitaristen, toetsenisten. Oh shit. Producers, tekstschrijvers. Die zijn ook gewoon gesigned. Ja, dat is gewoon aan de uitgeverskant. Dat vind ik heel interessant om die samen te zetten met andere muzikanten of andere bands. Of, Echt leuk. Ja. Echt een soort musical, man. Gewoon al die dingen. Als je wil dat ik ga. Nee, rapper naar zo... musical. Nee, sorry, maar... Musical ben... man? Ja, maar zeg maar, in een musical heb je toch ook alles de titel gewoon... Hebben we. Er kwam ook een musical man. Nee, maar ik bedoel, je hebt gewoon al die mensen die al die instrumenten spelen en zingen en zo. Is toch leuk? Zijn een film? Heb je het gevoel dat je ook meer aan het ondernemen bent nu? Ben je vooral met creatieve dingen bezig? Dat is een beetje hetzelfde in mijn ogen. Ik ben heel veel creatief aan het ondernemen. Yeah. Probeer gewoon zoveel mogelijk leuke dingen te doen. En ik geniet heel erg van met alles wat ik doe, om dat te zien groeien of zo. Dat maakt niet zo heel veel uit. Wat is nog een uitdaging voor jou? Ik heb net een nieuw drankje gelanceerd. Okay. Met een gemeenschappelijke vriend van ons. Yeah. Abdul, dus die personal trainer. Hij was heel erg into de gembersapjes. Yeah. Jij bent ook wel van de... Ja, jullie zijn allemaal wel van de healthy lifestyle, ja, denk sowieso, ik. Ja, sowieso. Oh, nou, daar komt er sowieso een doosje jullie kant op. Gezellig. Yes!
Dat, ja, we hebben Gember Member gelanceerd. Dat is een dingetje wat ik, waar ik een soort van heel erg van geniet om die groei te zien. Je kan, je bestelt is dat gewoon dan zo'n gembersap? Ja, maar nou wordt het wel heel corny. Oh, je hebt het mee? Oh, hij heeft het meegenomen. Goddamn, let's go. Hey. Oh, maar het is, ik dacht het was een shot. Maar ja, ik dacht is fucking lekker, hè? Het is wel echt een serieus maar shot. Maar het is niet een shotje, dus. Nee, dus je haalt er 15 shots uit, maar het echt goed. Oh, dus het is wel een shot. Ja. Je... Maar als je dit in één keer drinkt, dan ga je... En wat maakt jouw gembershot dan beter dan de andere gembershot? We zijn de allerpuurste op de markt. Oké. Okay. Dus hij moet wel sterk zijn dan. Ja, heb je, als je... Ik heb hier mijn glas. Oh ja, okay, ja. Ik denk dat je er wel een ander iets aan hebt. Nee. Wij zijn ik wil jullie hoofd te zien. We gaan hem shotten. Let's go. Ik vind het wel spannend. Doe jij het even? Moet ik ook nemen? Ik ben wel benieuwd hoe jullie gaan, hoor. Maar het heeft ook een hele soort van echt een mooie kleur. Ja, ja, ja is... zo weinig? Zo, ruik het alsjeblieft. Oh mijn god. Maar bro, het moet in één keer, hè? In één keer. Wacht, ga je hier niet van zo... Nee, zeker niet. Nee. Het, maar eigenlijk... Let is hier om de hoek. Maak het gelijk corona-free. Okay, bro, zullen we wel proosten? Ja, we gaan wel proosten. Dat mag niet. Er zit geen alcohol in. Ja, dat maakt uit. Op gezondheid, toch? Jongens, op gezondheid. Op gembermember. Op gembermember. Veel liefde. Op supergaande. Positiviteit. En zo naar Khalil hier, toch? Shout naar supergaande. Shout naar snelle. Shout naar Amar. Omar. Is het Omar of Amar? Amar. Amar. Met twee M'en. Mag ik ook nog een shout-out? Hey, shout-out de buurt. Shout-out naar Isla, je weet zelf. Arnhout. Arnhout. Oké, ik zeg let's fucking go. Oké, nou jongens, proost. Heel veel sterkte. Gaan we dan. Oeh! Oh, ik wilde geen kick geven, maar... ja, maar heftig, hè? Jeetje. Oh. Is dat wel vervangen voor je koffie in de morgen? Je bent in één keer wakker. Ja, ik vind het wel lekker, maar... Mijn kont brandt. Wow. Ja, toch? Ja, ik lekker. Wilde, ik wilde heel cool zeg maar, doen alsof ik er niks van voelde, maar... Zat je lekker? Ik voel de corona uit mijn lichaam pakken. Ja, als dit corona niet uit je lichaam had, weet ik het niet meer. Ja, toch? Was wel echt lekker, man. Mm, goed. Maar, ja, mij is goed. Ja. Hij is puur. Gember is ook wel echt zo gezond. Het is de gezond, de markt. Gaat het? Ja. Oké. Okay. Hey, sneller weet het wel te verkopen, man. God damn. Ja. Ik vind het ook mooi dat je dan zo'n flesje bij hebt. Ja, dat, ja. Maar dat is marketing. Zou bijna denken dat toeval is, hè? Ja, maar na zo'n gembershot zing je ook beter, hè? Dit is wel echt zo. Ja. Ik ben oprecht met stemproblemen geholpen. Ja, serieus. Ja. Heb je wel eens een periode gehad dat je zeg maar te veel shows had en dat je zeg maar soort van... Ja, je kent het wel toch? Gewoon doorrammen, discotheken, zeg maar die tijd. Een soort van automatisch piloot. Vier discotheken op de avond. Jezus. Het lijkt me zo heftig, joh. Heb je ook zomertour gedaan? Ja. Ja toch, dat Bumbers, soort dingen. Ja, ja. Weet je wie ik daar echt, zeg maar, de koning van Nederland is? Frenna. Volgens mij deed Frenna op een gegeven moment toch gewoon 7 shows op een dag op Koningsdag. Ja, zo cool. Hoe doe je dat? Ik moet wel zeggen, kijk, ik heb dan Frenna misschien hoe lang helemaal duurt, meegemaakt. Hoe lang duurt zo'n show? 20 minuten, kwartiertje vaak bij rappers. Ja, 30. Ja? Maar dat racen, die lifestyle, ik vind dat wel... Ik moet zeggen, is en dat zonder gember, dat is ongelooflijk. Koning, zeg maar, zomertour is denk ik voor mij of je broer of Party Squad. Ja, zo. Oh, ja. Eén van die twee. Ik kan er ook wat van. Toch? Zo. Maar ik ben je broer ook wel een paar keer tegengekomen. Ja. Hij was echt aan de rammen, jongens. Ja. God damn. 2017, 18, ja, 19. Party Squad ook, hoor, bro. Je komt ze altijd overal tegen. Helemaal niet gezellig ook, hè? Dat je in het buitenland weer ineens allemaal Nederlandse ex tegenkomt. Toch? Ja, ik moet zeggen, ik heb met je broer best wel een gezellige tijd gehad in Gerso. En met Party Squad ook altijd wel lachen. Soms kom je wel chagrijnige mensen tegen. Mm-hmm. Maar vaak kom je ook wel gewoon... Ik heb met Jos Silvio ook echt veel gelachen in Portugal. Ben je zonder slaap en vlucht weer ingegaan? Nee, dat niet, maar we hadden dan maar... Wat? Zonder slaap? Maar zonder slapen weer vlucht. Dus deed jij ook shows? Zonder weer ging, Julia, kom op. Ja, sorry. Met Supergaande hebben wij 3 jaar zomertoeren ja, door heel dat land gedaan. Ja, gewoon als DJ act. Oké. Okay. Ging nergens over, maar we hebben gewoon geld binnengehaakt. Ja, nou, dat is los daarvan is het ook echt heel leuk, toch? Ja, ik vond het echt heel leuk. Ja. Heb veel gelachen. Het is helemaal kut. Ja. Ja, ik bedoel, het was vast heel leuk. Maar... Ja, was ook leuk. Ja, maar weet je weet wat dingen ook heeft gedaan, toch? Was er niet Stefan en zo? Met Bram en Sjan. Ja. Ja, met ja, dat zeg maar ja. Dat, al, maar dan 3 Turken. Dat okay. Moet je voorstellen. Wat leuk. Dat is wat wij deden. Ah, nou, ik realiseer me nu ook hoeveel kroegen Amar gaat pakken. Zeg maar. Echt elke kroeg in Noord, Nederland. Jij bent zeg maar uniek, Laan. Ja, maar ik zie jou. Je bent een AB... Maar je komt gewoon als op ik zie jou oprecht zeg maar gewoon een Kardashian van Amstel doen. Gewoon, je ja, gewoon vrienden van ja, maar Amstel er bestaat ook niet erbij. Zoiets als jij nu. Klopt. Wat zegt dat nog eens?
Er bestaat niet zoiets als jij. Vrienden van Amsterdam. Kijk, luister. Ik word... Nee, maar oprecht, man. Ik denk dat je echt, zeg maar, die positie zou kunnen pakken. Ik word verlegen, Lala. Ja, man. Ik heb helemaal verlegen worden daar weer. Nou, joh. Wat heb je hiervoor eigenlijk gedaan? Ik was gewoon kebab. Had je zaak? Ja, nee, van mijn neef. Ik werkte bij mijn neef. En ik ging zingend broodjes maken. Lijp. En die filmpje ging viraal op een gegeven moment. Op TikTok en daarna op Dumpert. En zo is het gegaan, man. Ja, man. Crazy, man. Wow. Nice. Het was zeg maar... En nu mag ik zingen voor publiek en zo. Dat is toch gruwelijk, man. Oh, het is wel, zeg maar, schattig hoe lief je dat zei. Ja, heel blij. Amar is een bijzonder dankbare jongen. Ja, dat is toch zo leuk, daar kom je echt ver mee. Ik ben nog steeds zenuwachtig trouwens, hè? Echt? Ja, echt niet voorbij. Een beetje. Geef niks, we hebben allemaal al domme dingen gezegd. Staat er allemaal op. Nou, praat even voor jezelf. Dat is al klaar. Dus, er is een willekeurige datum in april. En daarop ga jij... Ergens in Ahoy zingen. Echt? Ja, man. Wow. Oei, 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 oei. Ik denk nog als... Oei, oei. Maar nu dus niet meer. Nee. Maar wat goed, gefeliend. Ja, het is je gunt, man. Bro. Ja, man. Ja. Bro. Je bent ook zo aardig, hè? Ja, thanks, man. Je moet mensen gunnen, toch? Ja, dat vind ik gewoon lief. Ja, is er echt een, dankbaar ook. Heel erg dankbaar. Jezus. Is er een goal of iets waar je naartoe wil werken? Als een Ahoy is wel, is het daar. Maar zijn er, zeg maar, dingen die je van, joh, dat graag... Ja, bro, graag... ik wil gewoon een keer duet met Roxanne Hazes, man. Hard. Ja, dat is echt een droom gewoon. Dat is hard. Ja. Ja, maar moet je ook en waarom, spreken, waarom specifiek zij? Ik heb, ik was toen, ik keek naar een filmpje met Hazes Senior. En zij zongen toen samen een liedje, Sorry. Ah, dat heeft mij gewoon geraakt. En ik wil gewoon met haar een pokoe zingen. Hard. Ja. Fucking hard. En waarom zou je ook, zeg maar, met Hazes Junior wat willen doen? Of niet per se? Ja, kan ook. Kan ook. Hij zit ook in die repertoire, dus... Ja, ik hoor je. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik gewoon met Snelle samen een ding heb gedaan. Ja, man. Pokkeltje. Ja, toch? Trots, toch? Ja, ja, tuurlijk, man. Mag ook trots zijn. Je moet, je staat eerst een keer op zaken vragen van... Wil je extra knoflook saus en nu wil je extra volume aanzetten van die dingen, weet je wel? Ja, dat is mooi. Ja, en ik leer. Muzikale groei maak ik mee dankzij hem. Dus ik ben hem ook dankbaar. Thanks, bro. Ja, man. Ja, man. Ik vind love. Het allemaal heel lief. Wat ja, ik ook. Ja. Zijn er dingen, waarschijnlijk is dit een van die dingen, maar waar jij, zeg maar, soort van nog een warm gevoel van krijgt van, joh, dit is echt vet dat ik dit mag doen en kan doen? Nou, dit soort dingen krijg ik uiteraard een heel warm gevoel van en dat vind ik heel mooi. En ja, wat ik zeg, gewoon, ik heb best wel hele mooie dingen mogen doen en ook best veel mogen bereiken en daardoor vind ik het, is het soms wat moeilijker om een soort van volgende stap te bereiken. En ik vind in alles wat ik doe, vind ik groei gewoon superleuk. En juist. Dat zit hem niet in followers of in geld, maar gewoon groei. En dingen ondernemen en zien groeien. Als persoon groeien. Ja. Ja, dat ook. Ook als persoon, absoluut. En merk je bij jezelf... alles wat ik doe, dat alles steeds een stukje beter gaat. Dat vind ik, daar word ik heel blij van. Merk je bij jezelf dat je al... het plafond heb geraakt? Of denk je van, er is absoluut nog heel niet. Veel ruimte? Nou ja, ik ben gewoon veel mooie muziek aan het maken. En ik vind dat altijd beter. Want dan je hebt al zo fucking veel shit gedaan. Je weet toch, je hebt elke podium misschien wel gepakt die er is. Nou je ja, hebt... de jaren voor corona waren natuurlijk heel bijzonder. En daarin kwam het allemaal een beetje omhoog. En toen hebben we bijvoorbeeld... 3 avondshows uitverkocht en een Lotto Arena. Die heb ik nog steeds niet gedaan. Oh. Dus die komen nog. En Jesus. Dat zijn je eigen shows. Ja, en er zijn natuurlijk wel nog shows. Wel gruwelijk, hoor. Ja. Ben geweest. Nog groter zijn en wellicht een keer een eigen festival of dat soort dingen vind ik ook wel te gek eigenlijk. Yeah. Wow. Hoe zou je dat festival dan noemen? Ik weet niet wat anders is om dat nu al te zeggen. Er zijn wel vette dingen. Het zijn echt super vet dingen. Maar wel ook wel kut tegelijkertijd dat, zeg maar, die shows niet door zijn gegaan. Super jammer. En ook voor de band. We hadden net een nieuwe band samen. En ik ben ook gezegend met die jongens. Die zijn echt fucking goed. We hadden alles gerepeteerd. We hadden try-out shows gedaan. En toen ging het dicht. En voor die jongens is het nog veel moeilijker. Zijn er dingen die jij, zeg maar, dan voor corona... Zeg maar, voor corona was een soort van, alles ging lijp toch van jou, zeg maar. Je zat echt in een boost van je carrière. Zijn er destijds dingen die je hebt gedaan waar je van je denkt van... zeg maar, laat ik het zo zeggen. Er zijn artiesten die, zeg maar, in hun, zeg maar, sprint omhoog, zeg maar... ook keuzes maken waar ze niet blij mee zijn. Heb je dat ook gehad destijds? Nee, ik denk dat ik alles... Was er kutreclames die je hebt moeten doen of bepaalde dingen? Nee, nee, dat niet per se. Nee, ik had af en toe dat ik dacht, ja, moet je echt elke interview doen? Dat had ik wel een beetje. Mm. Zo van, het gaat dan wel erg veel over jou. Dat had ik een beetje moeite mee op een gegeven moment. En
Voor de rest niet. Ja, ik denk dat. Maar ook dat moet je doen om dat te leren, toch? Dus ik denk dat je alles moest blijkbaar zo zijn of zo, toch? Ja. Zou je nu hoe dingen heb je dat anders zelf? Heb je, nou, heb je echt dingen die je echt anders. Want daardoor is, ben je nou, ik je heb, bent, toch? Ja, nee, maar ik heb wel, wel eens samenwerkingen vroeger gedaan. Dat denk ik van ja, nou, dat had niet gehoeven. Maar misschien heb ik destijds ja gezegd. Omdat het maar het was toen heel veel geld. Ja, dat was niet toen veel geld of whatever. Maar it was not worth it. Je weet toch? Of wat je zegt, net als bepaalde interviews. Kijk, nu ook als ik een interview. 9 van de 10 keren sla ik hem af. Maar ik denk van ja, het slaat nergens op. Ik heb er geen zin in of whatever. Ja. Of je moet het naar een promo toe. Dat je denkt van ik laat mijn kop even zien. Hebben, ja. Ja, toch? Want anders denk je van waar de fuck ga ik over praten? Ja. Ja, dan stellen ze de vraag, ja, wat ga je nog doen? Ja, ik ben bezig. Ja, ik ben werken. En zo koken. Ja. Ik heb een kat geaaid vandaag. Wat wil je weten over mij? Ik weet het ook niet. Gewoon raar. Ja, maar ja, ik vind het altijd wel interessant. Want er zijn heel veel mensen die zeg maar in een rushperiode vaak dan beslissingen maken. Die denken van ja, had niet gehoeven. Maar wat je zegt, het vormt je wel tot wie je bent. Toch? En, dat is wel echt zo. Ja, man. Sommige dingen kijk ik gewoon niet terug. Nee, hè? Ja, nee, tuurlijk niet. Nee, snap ik. Ja, deze podcast is voor iedereen met een droom. En die er echt achteraan zit, je toch? Oké. Okay. Hey, Ammar is wel een van die, man. Ja, ik wou dat zeggen. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Waar uit Turkije kom je? Konya. Konya? Oh, gek. Ja, man. Oh, ik kan alleen Kayseri. Kayseri. Ja, toch. Kayseri. Konya is toch oosten, weet je? Nee, maar middenin. Oh, is dat midden-midden? Dat is gewoon midden-midden, broer. Ja, tussen bergen al. Alle Turken gaan nu gek. Maar hoe ken jij Konya? Ik heb ook vragen in Deventer, toch? Hoe spreek ik het uit? Deventer. Deventer. Wat zei Demza. Je? Deventer. Een uurtje van Amsterdam. Wat zei jij? Sorry, sorry, hij zei Deventer. Maar zo zegt Turk. Deventer. Yeah, waar jij vandaan komt? Deventerland? Oh, Deventerland. Serieuze vraag. Hebben jullie daar ook Turkse gangals? Zeg maar? Want bij mij in de buurt zeg maar, had je overal... Ja, man. Ik ken een guy die heeft gewoon 2 grote gangals. Ja, man. Oh, dat zijn toch honden? Ja, dat zijn, als ze één keer opstaan, zijn ze 2 meter lang. Ja, maar die zijn zo cute. What? Is Deventer ook niet de grootste echt heel schattig Turkse gemeenschap? Ja. Ja, er wonen echt veel Turken. We hebben een wijk, ze noemen Kleine Istanbul. Dat is een rivierenwijk, SO naar jullie. Echt gewoon alleen maar Turken. Ja, Deventer is vol. Mijn hond komt uit Turkije. Oh, echt? Ja, die heb ik al, we hebben daar geadopteerd. Hoe heet die? Ze heette Bianca, maar wij hebben er Pieter. Ja, echt. Ja, echt. Ze is gevonden in Dalaman. Met Dalaman, oké. Okay. Ja. En je noemt hem Bianca? Nee, ik noem haar niet Bianca. Zo hebben die mensen die haar gevonden. Oh. Wij hebben haar Vita genoemd. Oké, Vita. Ja. Pita, broertje. Hé, jongens, even tussendoor. We gaan even naar een reclameblokkie. Oké. Okay. En deze wil je niet missen. Sinds 2016 is Super gaande. Oh shit. Super lit. Dat klopt, dat zijn wij. Nesim. Oh. Juicy. Frasi. Tachula. Soms Stef. Merchandise. Voor jou. Je vader. En je moeder. Koop merchandise voor je moeder, dames en heren. Supergaande merchandise. Wie heeft dit ingesproken? Ik. Ja, ik hoorde het. Dat zijn onze supergaande reclames. Ah. Voor onze eigen merchandise. Oh, ja. Nice. We proberen het spannend te maken, weet je. Ja, dat blijkt. Ik dacht echt, waar gaan we naartoe? Het is ook een hele ervaring, weet je, als je merchandise koopt. Ja. Ja, nou ja, wij gaan binnenkort ook gewoon een paar fans verrassen. Die dan merchandise hebben gekocht. Gaan we leuks mee doen. Oh, dat vinden die kinderen vast leuk. Het zijn niet echt kinderen. Maar... Oh. Ja, sorry, maar ik zeg maar de... Denk je dat zeg maar 5-jarigen naar ons kijken? Nee, maar de kijkers van Stefan zijn bijvoorbeeld kinderen. Daarom zeg ik altijd kinderen. Ja, maar Stefan is wel zeg maar dat straatje. Ja. Straatje Enzo Knol en Don de Jong en dat. Nee? Nou... Niet? Ja. Zeg ik iets verkeerds nu? Nee. Wel een beetje, toch? Ja, het is geen... Hij is iets anders. Iets volwassener? Ja. Ah, okay. En hij doet ook wel veel... Hij vlogt niet, bijvoorbeeld. Dat doen ze allemaal wel. Ja, hij maakt gewoon aparte video's. Ja. En hij chillt met buitenlanders ook low. Ja, ja, toch? Dat doet andere mensen. Ja, bij mij in de buurt heb ik zo'n vrachtwagenchauffeur. Hij kwam een keer naar mij toe. Hij zei, hey, ben je niet die jongen die dan met Stefan de Vries? Yeah, je bent van Stefan opeens. Ja. Je bent van iemand. Ik heb het ook wel. Hey, jij bent toch van QC? Wat van? Ben ik zijn eigendom? Wat is dit? Ja, dat is wel heel vaak zo. Oké, maar even voor... Jij gaat dus binnenkort in Ahoy. Binnenkort, we weten niet wanneer. Maar je gaat daar optreden. Fucking vet. Ja, man. En je gaat eigen nummers uitbrengen. Er komt shit uit. Jullie hebben samen wat. Dat komt waarschijnlijk ook ooit een keer uit. Ongetwijfeld. Het ligt er echt net. Nee, precies. Maar even lekker afwerken en even iets moois van maken. Jouw shows gaan dan binnenkort hopelijk weer door? Ja.
En normaal ben ik dan heel goed voorbereid. En dan zeg ik van die en die data, maar je dat weet ik even niet. Nee, en terecht, want niemand weet natuurlijk wanneer... Nee. Ja, ik heb dat nu ook met mijn theatershows, man. Dus zeg maar, ik mag nu weer. En hoe, hoe ging het? Ja, was leuk, maar ja, 2 maanden niet gespeeld en ja, je moet weer inkomen. Het is vet. Wat heb je? Sorry, ik ging net even... Theatershow, cabaret voorstellen. Oh, vet. Ja, man. Oh, maar het was wel echt weer inkomen, weet je. Maar in mijn achterhoofd heb ik zeg maar de hele tijd Rutte's stem van... Hoe ziet jullie show eruit? Jullie? Jouw show, sorry. Het is gewoon een cabaretvoorstelling van over mijn leven. Beetje stand-up, beetje verhalen vertellen, beetje dat soort dingen. Okay. Heb je beeld, dingen? Nee, maar gewoon one mic. En, daar heb ik respect voor. En krukkie en gewoon 1,5 uur lullen. Ja, en dik, mensen man proberen even te spelen. Ja, ja, dat is best heftig volgens mij. Ja, is, ja, man, ja, is wel heftig. Is dat zeg maar een script wat jij dan doet? Wow, maar dan moet je dus echt zo lang tekst dingen onthouden. Maar ik ben heb je veel ruimte voor impro, zeg maar? Ja, zeker, zeker, okay, zeker. Ik doe ook gewoon veel met crowd praten en gewoon lachen en lullen. Ja, en, man. Soms een beetje mensen vlammen hier en daar. Dat is, ja, moet ook leuk voor mezelf blijven, toch? Ja. Anders ga je alleen maar tekst doen de hele tijd. Ja. Ja. Maar goed, we zijn gekomen aan het eind, lieve mensen. Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie vandaag langs zijn gekomen. Ja, Julia, man, was hartstikke leuk. Dankjewel voor je Jilla verhalen. Ik wil nog even wat zeggen. Want je vroeg aan hem wat hij nog ging doen. Maar ja, ik ga een YouTube-kanaal beginnen. Oh! Dus, applaus voor jullie. Ja, man. Dope. Niet alleen een rapcarrière, maar ook een YouTube-carrière. Van alle markten thuis. Fucking gruwelijk. Amar, dankjewel voor het komen. Jullie bedankt, je hebt gruwelijk gezongen. Dankjewel, thanks, voor de kippenvel. Ja, sneller, dankjewel voor de verrassing, man. God damn. Ja, ik vond het ook verrassing. Eerste keer sneller bij Supergaande. Jongens, heel veel succes met alles. Dames en heren, wij waren Supergaande. Abonneer. Dat wordt ook nog. Oh. Abonneer voor je Supergaande podcast. Ik ben heel triest uitbrengen met z'n allen zo. Yeah. Yeah. Woo!